'S morgens vroeg. De grote redactiezaal van het journaal ligt er verlaten bij. Het nieuws dat de telexen van de grote persbureaus 's nachts hebben getikt, ligt in grote hopen onder de toestel. De redacteur Binnenland komt binnen en zet de telefoon om. Het journaal is weer op de redactie bereikbaar. De dag is begonnen. De eindredacteur, die vandaag verantwoordelijk is voor het 8-uur-journaal, verzamelt de berichten en zoekt uit wat bruikbaar lijkt voor het journaal van vanavond. Hey, Asse, goedemorgen. As, we hebben een... Op de Haagse redactie belt de bureauredacteur met de redactie Binnenland in Hilversum om het aanbod van het Haagse nieuws dat vandaag wordt verwacht door te geven. Dankjewel. De eerste vergadering van deze dag. Aanwezig de hoofdredacteur en zijn adjunct, de chefs binnen- en buitenland, de sociaal-economisch redacteur en verder de eindredacteur van de verschillende journaals zoals 5:30, het jeugdjournaal, 8 uur en de mensen van de afdeling documentatie en productie. De afdeling Binnenland heeft vandaag het grootste nieuwsaanbod. De redacteur somt de mogelijke onderwerpen op. Dan is een ongetwijfeld leuk onderwerp om te zien. Zowel in 5:30 als in 8 uur het opvissen van goud en porselein uit een VOC-schip, vermoedelijk de Geldermalsen, dat in de in of bij de territoriale wateren van Indonesië ligt. Hugo maakt dat voor 5:30. De weerherstelde Willem Bembo maakt dat voor 8 uur. De verslaggevers zijn meestal op pad om hun onderwerpen in het land met een camera te registreren. 56. Erik maakt een onderwerp over gemeenten die alles doen om van hun dure bedrijfsterrein af te komen. En een nieuwe methode is om tipgeld te geven aan die burger die een tip geeft waardoor een bedrijf zich op zo'n terrein vestigt. Over de schaakketting. We hebben nog niet gehoord dat Timman een rustdag heeft aangevraagd, dus te vrezen valt dat de partij doorgaat en dat de Beum dus aan het eind van het journaal weer even opvoeren. Goed. Jan. Buitenland heeft gelukkig niet zoveel vandaag. Van de transportministers over of die snelle Franse trein doorgetrokken moet worden naar Brussel en ook naar Amsterdam en naar Keulen. Ja, dat betekent dat het eindpunt in Rotterdam zal zijn, want Amsterdam is financieel en technisch ook moeilijk haalbaar, want er moet een nieuwe baan komen. En komt er dan een nieuwe baan tot Rotterdam? Ja. En dat zal functioneel genoeg zijn voor de Randstad in ieder geval. Juist. Hoe meer onderwerpen, hoe meer het dringen wordt in het journaal. De keuze van de onderwerpen is dan ook een van de moeilijkste taken van de redactie. Een goed journalist is degene die weet wat hij weg moet gooien. En dat is het belangrijkste, het weg moet gooien en wat er dan overblijft. Dat is natuurlijk eigenlijk niet helemaal waar. Kijk, iedere dag is er een stort van informatie en je kunt maar 10 onderwerpen meenemen. Dus wat neem je dan? Natuurlijk wat de mensen het meest aangaat, wat voor ons, althans wat wij denken, dat het meest belangrijke nieuws is van de dag. Er zijn geen officiële regels voor, dat is eigenlijk een instinct, dat moet je heel langzamerhand groeien. En zo'n informatie van het journaal, daar werken meer dan 100 mensen. En langzamerhand groeit dat, van 's ochtends vroeg tot 's avonds later gaat door allerlei schrijven. En je hebt eindredacteuren en je hebt chefs buitenland en binnenland, dat wordt overal, zoals wij dat zeggen, gegaard. Er is een garing. En als men dan besloten heeft dat te nemen, dan wordt het gekeken of het echt een mooi onderwerp voor ons is. Maar dan kan het ook wel weer eens een keer afvallen. En plotseling komt er ineens weer iets heel nieuws. Ik geloof dat objectiviteit niet bestaat. En mijn streven is om te laten zien dat objectiviteit niet bestaat. En ik geloof, om het heel ingewikkeld te zeggen, doordat je heel goed maakt, zegt tegen de mensen, jongens, het bestaat niet. En daarom en daarom en daarom niet, dat de mensen uiteindelijk het meest objectieve oordeel dan krijgen. Want als je maar zegt van dat zou kunnen en dat zou kunnen en dat zou kunnen, en jij dat heel duidelijk aan de mensen maakt, dan denken de mensen, oh ja, dus het helemaal zeker is het allemaal niet. Nou, en als je dat door kunt geven en dat kunt krijgen, dan weten de mensen veel meer dan dat je ze alleen maar zegt van zo is het en anders niet. Als de televisie erbij is, en dat is in Amerika en dat is in onze westerse wereld, dus overal televisie erbij, dan is het voor ons pas nieuws. Maar er gebeurt toch evenveel ook in Azië en dat zien we nooit. Dus dan is het net alsof het daar niet gebeurt. Want ik heb wel eens gezegd dat op het ogenblik is het net of een oorlog is alleen maar een oorlog als er een televisie bij is. En dat is natuurlijk onzin. Om 11 uur begint het verzamelen van het buitenlands beeldmateriaal via de EVN,
de Eurovisie nieuwsuitwisseling met een telefonische vergadering. NOS is een offer. Journaalredacties van alle aangesloten landen bieden de onderwerpen aan die volgens hen voor andere landen interessant zijn. Ook de EVN-redactie van Nederland heeft een aanbieding. This treasure has been found by the British diver Hatcher. Ondertussen worden op de deelredacties de onderwerpen die op de 10-uur vergadering zijn vastgesteld verder uitgewerkt. Binnenland krijgt ze nieuws uit vele bronnen. Van de ANP Telex, uit kranten, uit de post. Er zijn dagen dat we heel veel van tevoren weten, 80% van tevoren vaststaat. Maar er zijn ook dagen dat we met een schone lijst beginnen, dat die dag niks was wat je kon zien aankomen. En dan hopen we natuurlijk dat er toch nog zoveel spontane dingen gebeuren, dat het journaal adequaat gevuld wordt. En mensen bellen jullie ook op? De mensen bellen ons ook op bij belangrijke gebeurtenissen. We hebben een tipgeversnet over het land, zodat we onmiddellijk gebeld worden als er echt iets belangrijks of iets groots aan de hand is. Maar de leukste dagen zijn toch dat je nog met betrekkelijk weinig begint en het op de dag zelf allemaal gebeurt, want dan is het pas echt nieuws. Want de dingen die je aanziet komen zijn eigenlijk iets minder leuk dan de dingen die je niet aanziet komen. En hoeveelste deel van alles wat mogelijk is gebruik je ook inderdaad? Nog geen procent, denk ik. Nog geen procent. De eindredacteur 8 uur houdt contact met de verschillende deelredacties. In deze hoek zitten specialisten die de moeilijke sociaal-economische problemen in gewone mensentaal moeten kunnen uitleggen. Waarom is het leuk om dat voor het journaal te doen? Het aardige is dat je werkt voor het nationale nieuwsmedium, toch wel. En dat je daardoor ook heel makkelijk bij iedereen binnen kunt komen. Je hebt een enorme impact. Wat is dat? Invloed, bereik. Mensen praten over je uitzendingen. Het nadeel is dat je alles heel kort moet doen, heel oppervlakkig moet blijven. Je krijgt voor een moeilijk onderwerp 1,5 minuut. En dat betekent dat je maar het tipje van de ijsberg kunt onthullen. En je kunt nooit eens echt iets lekker uitdiepen. Dat is een bezwaar. Om 12 uur begint de eerste Eurovisie nieuwsuitwisseling van de dag. Een buitenlandredacteur die vandaag EVN-dienst heeft, noteert de beelden en de timecode. Dat is de tijdsaanduiding onder in beeld die bij de montage gebruikt wordt. Dit is de bron voor vrijwel alle illustratiemateriaal voor de buitenlandse onderwerpen. 54 years of age, Bishop. I don't vote. De tweede vergadering van de dag. De afdelingen binnen en buitenland zitten er nu met meer mensen. De regisseur en de presentator van het 8-uur-journaal zijn erbij. De onderwerpen die 's morgens zijn besproken, hebben meer vorm gekregen. Sommige verslaggevers zijn al terug met het beeldmateriaal. Binnenland heeft nog steeds het meeste nieuws. Nu met wat meer informatie. Die tanker en die kotter die tegen elkaar knalden vorige week, die zijn allebei schuldig. De een was op de automatische piloot en de ander zat te slapen ongeveer. Oh nee, de ander kwam van rechts. De ander kwam van rechts, ja, naar voren. Dan gaat de shuttle mogelijk aan het eind van de middag weg. Het is weer een uurtje uitgesteld. De eindredacteur 8 uur beslist nu welke onderwerpen meegaan en hoe lang ze mogen zijn. De lengte wordt uitgedrukt in seconden. Ruimte kan krijgen, maar iedereen vecht voor de lengte van zijn eigen onderwerpen. Ja, hij gaat nu monteren, dus ik moet het nu tegen hem zeggen. Alles moet altijd korter. Ja, laat het hem proberen alsjeblieft, want ik heb allemaal van die grote brokken. Ik bedoel, er zijn allemaal van die grote brokken. De kijker moet er toch ook even voor op zijn stoel blijven zitten, hè? En dan hebben we een onderwerp gepland, het Modemuseum in Parijs, waar toch vrij veel over in de kranten gestaan heeft. Mitterrand komt zelf de boel openen. Na deze vergadering begint de regieassistente aan het voorlopig draaiboek. De onderwerpen staan min of meer vast. Wij maken altijd zelf onder elkaar de grap van als het nieuws is, neem je dit mee. Zo is het natuurlijk helemaal niet. Het moet een bepaalde belangrijkheid hebben waarvan je denkt van dat zal morgen, staat dat vast op de voorpagina van alle kranten. Dat vinden de mensen belangrijk, dat spreekt ze aan. Maar regels, die zijn er niet voor te stellen, omdat iedere dag het nieuws weer volstrekt anders is en vanuit een andere hoek bekeken kan worden. Vaste regels voldoen nooit. Maar je zou nou bijvoorbeeld verschil maken als er vandaag een andere eindredacteur zat in de keuze van de onderwerpen? Dat denk ik wel.
dat maar niet wat betreft de eerste 5, 6 onderwerpen. In de kleine onderwerpen speelt soms de visie van de eindredacteur een rol. Vandaag wordt er in Parijs een modemuseum geopend door Mitterrand zelf. Ik denk dat mode heel belangrijk is, dat het een heel belangrijk aspect van, de samenleving is. Eigen belangstelling speelt bij iedereen mee bij de keuze van het nieuws, dat trouwens de hele dag gevolgd wordt. Teletext geeft de zetten in de schaakpartij tussen Timman en Yusupov. De sociaal-economische redacteur en de presentator van 8 uur spelen hen na. De grote redactiezaal van het journaal bestaat eigenlijk uit verschillende eilanden. EVN, binnen- en buitenland hebben een eigen hoek. Maar ook de redacties van de verschillende journaals, waar eindredacteur, regisseur en presentator meest in wisseldienst werken. Dit is het eiland van 8 uur, waar de eindredacteur overlegt met regisseur en presentator over illustratiemateriaal. Ik heb maar foto gepland. De regisseur gaat nu op zoek naar foto's en ander beeldmateriaal. Het journaal heeft een eigen archief met alle mogelijke gegevens. Van jaarverslagen tot foto's van gebouwen en mensen. Wel is hetzelfde. Ja. Oké, minder. Bedankt. Er is ook een grafische afdeling waar kaarten, grafieken en illustraties gemaakt worden die later nog elektronisch worden bewerkt. Ja, dan nemen we ongeveer deze afsnede. Ja, hier komt Philip. Merci. Hallo Philip Kogenhouten. Hoi. De afdeling productie regelt alles, van cameraploegen en montage voor de verslaggevers tot satellietverbindingen voor de buitenlandse correspondenten. Vrijdag een studio, doen jullie dat eraan, zeg je? Ja? De Haagse redactie intussen is in de Tweede Kamer bezig met de politieke nieuwsgaring. De staatssecretaris staat voor lege banken te praten, in de wetenschap dat de tv-camera achter het groene gordijn zijn verhaal registreert voor een miljoenenpubliek. De Haagse verslaggever instrueert de cameraman. Een van de twee bazen van de Haagse redactie ontmoet in de wandelgangen politici en ambtenaren. Ik wil roepen dat de VVD met de billen loopt. Zij vormen een onofficiële nieuwsbron waardoor sommige feiten nog wel eens uitlekken. Deel van ons nieuws komt gewoon van de agenda. Hè? Waar vergadert de Kamer over? Wat voor persconferentie wordt er gegeven door welke minister en over welk onderwerp? Beoordelen we van tevoren of het wel of niet interessant is. Een heleboel persconferenties gaan we ook natuurlijk helemaal niet naartoe. Maar een heleboel ook wel. En dat is dus het agendadeel, dat is het eerste deel. Verder is het natuurlijk zo dat er een heleboel onderwerpen pas op het laatste moment ontstaan. Daar kom je achter doordat je toevallig een Kamerlid spreekt of doordat een ambtenaar die iets te veel zegt of iets te veel wil zeggen ons een tip geeft. En dan gaan we daar dus incidenteel achteraan. Ik denk dat de helft van ons werk bestaat uit onverwachte onderwerpen. Vind ik goed vandaag nog naar de Vaasbroek? In dit elektronisch tijdperk, waarin satellietverbindingen dagelijkse kost zijn, is snelheid vanzelfsprekend. Maar de afstand tussen het Tweede Kamergebouw en Studio Den Haag is te kort voor een straalverbinding. De verslaggever met de beeldband van de kamerzitting is er sneller met de ouderwetse benenwagen. Toch speelt, ook hier op de Hilversumse redactie, techniek een steeds grotere rol. Foto's worden telegrafisch overgeseind. En in de regiekamer worden bijvoorbeeld kaarten elektronisch voorzien van achtergrond en titels. In de montagekamers van het journaal monteren de verslaggevers het 's morgens opgenomen materiaal. Tijdens de montage schrijven ze de bijbehorende tekst. Industrieterrein met een verkoopwaarde van 5 miljard gulden, braak. Ja, vanaf 1554 had hij heel lang zijn mond. En dus dan zou je dat zonder geluid erin kunnen zetten. Ja. 1554. De Nanking Cargo, de lading uit Nanking. De kostbaarste lading ooit uit een VOC-wrak gehaald. Vinder van het alles is de Britse bergingsexpert Mike Hatcher. 2-10 is het crosspunt. De EVN 1, de tweede nieuwsuitwisseling, wordt op monitoren op de hele redactie gevolgd. Dit is het Franse Modemuseum. Materiaal genoeg. Ja, het is mooi materiaal.
Nou, maar kijken of het meegaat, want iedereen wil langer worden. Het Nederlandse onderwerp over het VOC-schip zit ook in deze nieuwsuitwisseling. Zijn wij dat? Ja, dat zijn wij. Ja. Hollands Glory. Om 17:30 kijkt de hele redactie naar de uitzending van het eerste journaal van vandaag. Het is een gewone, door de weekse routinedag. En dan gebeurt er iets. Alleen bij heel bijzondere berichten rinkelt er een bel bij de telex. Zowel van de buitenlandse persbureaus als van het ANP komt aan het bericht ruimteveer Challenger ontploft. Hier erbij. Even een lijntje. En Hugo werd het toen wel. 17:30 was het te vroeg voor het schokkende bericht. Druk overleg over de consequenties. Welke deskundige kan worden ingeschakeld? En waar is die te vinden? De verslaggever belt Rudolf Spoor, NOS-ruimtevaartspecialist. Ik zal hem even thuis bellen. Bel jij hem even thuis? Ja. 8 uur is het. Of zal ik het even overnemen, want jij bent met alles bezig. Willem, heel snel. De Challenger is ontploft bij zijn lancering. Zojuist. Wij brengen daar uiteraard vanavond een en ander over. Weet jij waar wij Wubbo Ockels kunnen bereiken? Of er doden zijn, weet jij dat? Weten we nog niet. Is dat niet bekend. We hebben alleen een telex met een bel gehad. De beelden uit Amerika komen nu direct via de satelliet bij het schakelcentrum binnen. Twee redacteuren noteren. Challenger itself totally out of control. Challenger, go and throttle up. There it is. There's the phrase throttle up, which means they're going to increase from about 65. There was the explosion. There it is. Intussen gaat ook de routine gewoon door. De presentator is bij de make-up. De eindredacteur moet snel beslissingen nemen, omdat deze ramp nu het belangrijkste nieuws vormt. Als haai je er wel is of haai je er niet is. Razendsnel heeft de afdeling productie contact opgenomen met Haie Thomas in Amerika, een van de 11 buitenlandse NOS-correspondenten. Via een inderhaast geregelde satellietverbinding moet hij de Amerikaanse reacties doorgeven. Ik kan dan al door. Wij laten hem gewoon staan. We hebben tot 8:30 hebben we de verbinding. Dus we hebben een kwartier. Nee, die 8 miljard klopte niet. Joop, van dat braak ligt op het terrein. De presentator houdt het hoofd koel en bekijkt de teksten die ze van de redacteuren heeft gekregen. Ten slotte is zij de laatste zeef voor de informatie bij het publiek komt. Ik denk dat de communicatie vanavond misschien niet altijd even vlotjes zal verlopen, maar we handhaven even voorlopig de opzet. Ook voor Studio Den Haag heeft de shuttle-ramp gevolgen. Kabinetberaad 150 en NPR extern over de euthanasie 1090. Daar wou ik me even aan houden en op die plaatsen voorafgegaan dan door de shuttle. Oké? Dat gaat eraan vooraf. In Den Haag wordt gemonteerd aan het eigen parlementaire nieuws dat tijdens de uitzending rechtstreeks in het journaal wordt geprikt. Opnieuw overleg aangedrongen over het conflict dat de staatssecretaris heeft met de doktoren over de verlaging van hun tarief. In Hilversum maakt de regieassistente het definitieve draaiboek. In de regiekamer van Studio 7, de Hilversumse journaalstudio, komen alle draden van de hele dag samen. De presentator komt binnen in de kleine journaalstudio. Daarin staat het decor van alle journaals. De studiovloer is door een geluiddicht raam gescheiden van de regiekamer. Jullie moesten een heel erg hoog studio van Studio 7. Oké, ja. De communicatie tussen studio en regie verloopt via de intercom. Ja. In Studio Den Haag zitten regisseur en technici klaar in hun eigen regiekamer. Hi, LMU Studio 7. We hebben jullie voor ons een toontje en een kleur. Ook hier via de intercom contact met Hilversum. Op de overvolle studiovloer bereidt de presentator zijn teksten voor. Teksten die hij via de autocue afleest van een scherm dat vlak onder de lens van de camera zit. In Studio 7 in Hilversum wordt de spanning nu voelbaar. Kan eerder komen. En is het mogelijk dat wij onder de terugblik Noorda een seintje geven en dat ze dan met X verder gaat? Ja, ze moeten naar de andere set lopen. Oh ja, ze moeten dan naar de andere set lopen. Kan je eerder komen? Ja. Maar dan doe ik het na het extra kabinetsberaad. Ja. En dan moet je dus maar de inleiding op Boshuizen dan maar even van de set lezen.
Erik, daar. Ik wou de headlines even citeren. Welke? 1D helemaal uit laten staan. De repetitie moet nog beginnen. De shuttle is er nog niet, maar dan moet je maar even net op doen alsof je ziet. Kan je ook meedoen even? Je laatste woord. 6, 5, 4, 3, 2, 1. 0. 3, 2, 1, 0. Bij het journaal is er niet veel tijd om te repeteren. Alleen de headlines, de hoofdpunten van het begin, worden even doorgenomen. Schitterend, jongens. Prachtig. Oké. Nee, ik heb het nu wel goed liggen. Als ik in een andere volgorde was. Ik heb het spannend verwacht hier. We hebben nog een beetje problemen voor vanuit Amerika met de landlijnen daar. Techniek meldt dat de verbinding met Amerika moeizaam verloopt. Ja, ik hou je op de hoogte, joh. Heel graag. Weet je wat je ook kan doen, Marissa? Je kan mij een lichtsignalering geven. Ik pak de telefoon op. En dan zeg ik, ik hoor dat Harry Thomas aan de lijn is. Ik loop even naar hem toe. Kan ook. Dat maar het hoeft niet te doen. Allemaal ingesproken, want het hoeft niet. Doe het nog eens. Ja, het werkt. Prima. Start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Het Amerikaanse ruimtevaart Challenger met 7 mensen aan boord is vlak naar de stad ontploft. En de hele dag is toegewerkt naar dit moment. 5 miljard gulden industrieterrein te koop. 1, 0. Porselein en goud uit een 18e eeuws VOC-schip. Ongekende schatten die binnenkort worden geveild. Goedenavond. Als ik de baas zou zijn van het journaal, dan ben ik meteen het nieuws een heel stuk positiever. De hele wereld werd meteen een beetje liever, want ik negeerde alle narigheid totaal. Dit programma kwam tot stand in samenwerking.